Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Hotlus. Vandaag doen we geen random game, maar we doen een Rocket League. En zoals je ziet, niet zomaar Rocket League. Oké, dat was wel slecht dik. Maar we doen een nieuwe tijdelijke game mode. Hitzoeker. Zo heet het. Nee. Het is eigenlijk gewoon de bal als een soort homing missile voor het doel. Dus telkens als je zoals Rick in de gameplay gaat zien. Okay. Tot dat live, dus dat is iets anders. Maar je ziet, ik raak hem aan en dan gaat hij naar hun doel. Hij raakt de muur aan, dus dan gaat hij weer naar ons toe. En zo gaat het heel door. Het is de bedoeling om dus vaak mogelijk de bal te verdedigen en alsof we hem scoren. Wat je zo ziet is het 2 tegen 3. Oh, 3 tegen 3. Ik heb het gezegd. Ja. In ieder geval. En dit is eigenlijk gewoon een hele goede training met vliegen. Volgens vliegen en zo. Als je dit nou vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Waarschijnlijk komt soms er dan slecht idee. Volgende week een random game, dan kan ik even kijken. Ligt eraan waar jullie willen. Dus laat achter in de comments. En de vorige video werd best wel open ontvangen. Dus er komt waarschijnlijk nog een nieuwe video aan met Rocket League. Nog een controller. Oh, nice. Echt lekker. Ja, dat was ook heel slecht verdedigd. Maar deze keer van wat? Hij was helemaal zwart, is dat een glitch? Glitch in Rocket League? Wat? Dat had ik niet weten. Deze is een explosie, dus misschien niks. Die waarschijnlijk ook. En die zit erin. Nice comeback in de making. Dat wil je nog niet zeggen, maar. Toch? We doen het toch. Dan ben ik gewoon jullie aan het door. En nu de mijn vakantie. Reboring. Hey. Extra views maken dan. Potentieel, als jullie dat willen, misschien een keertje live. Oh, het internet is lekker. Dat was een heel slecht van Piemont. Dat is geen glitch. Maar het komt ook altijd lekker. Ook een beetje glitch. Veel beter. Ik ga er vanuit, ik kan misschien weer gaan livestreamen. Even kijken. Zo. Ik heb tegen die bal aan. Kijk, die ken deze. Dat hij al. Ik weet zeker dat ik ken deze. Jongens zijn in de doel staan. En dan gewoon een beetje zo van. Komen de ballen, komen ze gaan raken. Ah, oh, die ging net langs mij. Echt gewoon een miezing. Nee, was dat een beetje slecht. Maar hey, wat net. Shit happens. Kijk, het is tactiek dit. Mooi jong. Komt hij daar heel raar aan. En dan hoor je. Kijk, je kunt ook actief zo doen. Je hebt toch unlimited boost. Kijk, die ga ik niet hebben. Niet hype, mooi. Terug
draai. Vind ik heel van rijden. Ik denk, oh, die bal komt recht aan en dan is het echt alleen de laatste seconde. Nieuw gaat hij naar links of zo. Nou, we gaan gelijk door naar het volgende potje. Jongens, we hebben het tweede potje van vandaag. Kijk. Nee, daar ga ik nooit bij komen. Maar hij wel. Maar het leuke vind ik. Aparte vind ik ervoor. Ik had even een half uurtje dit gespeeld. Toen dacht ik, even normaal spelen. Nou, ik wist niet hoe ik moest spelen. Ik zat echt heel te van boosten, boosten, boosten. Wanneer komt de bal aangevlogen? Ik moet even omschakelen. Dat is een gek. Maar dan maakt het ook wel leuk dat het zo'n is. Dus. Wel jammer dat het maar een paar dagen is. Echt op deze game moeten wachten. De mensen hebben echt announced. En dan kregen ze van, ja, ik spelen. Want ja, man, het is ook beter voor je, ik wil zeggen, beter voor je leer vliegen. Van die airshots. Alleen, vergis ik me toch uiteindelijk best wel in, want het is niet, ja, ergens wel. Maar anders vind je niet. Natuurlijk, je leert een beetje omhoog te gaan, zo heel snel. Maar het is echt vliegen, het is echt heel te boven vliegen. En dat maakt het dan weer. Maakt het weer zo'n eigen dingetje. En dan maakt het ook weer apart en soms wel eens lastig. Maar we staan 2-1 voor, dus dat doen we voor. Nieuw. Kijk, maar die bal is ook zo snel. Hij doet het niet. Je hebt nooit genoeg snijden. Dat is verbonden. En dat is een bal goed raken. Goed raken wel. Met de snelheid niet om te raken. Ja. Normaal voor de league had ik die geraakt misschien. Waarschijnlijk. Maar nou niet, maar nou lief je. Ligt die bal, ik weet niet hoeveel. Ik weet niet hoe. Ik zou een keer op moeten zoeken hoe jij echt kan rijden hoor. Met die kilometers. Daar zit ik in van die Nova. Nova, maar ik weet niet wat het is. Jee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 
Redding. En punt nummer 2. Nou, dan 3 te gaan. Ja, wat een red. Maar het was echt zo... Kijk, het mooie is, je kunt hier zo... Ik vind het jammer. En ik aan de ene kant snap het, maar ik vind het ook jammer dat het een goed doel niet daar zit. Want er komt niet alles voorheen. Gewoon net met de doelpunten. Ik met een potje aan kon zetten van 20 tegen 1. Dat zou ik één kant doen. Helaas zit het er niet in. Oh. Ja, dat is niet snel gelukt. Jammer, jammer. Maar dat vind ik ook wel grappig. Daar had ik voor gekocht. Was het 3 tegen 1. En er ging één van die gasten van de tegenstand. Ik ging heel de tijd naar boven. Probeer te exploderen. En dan doet een van de jongens die meet ze op. Dat was zo gaaf. Ik
vind het eigenlijk wel heel lame. Maar hij doet zijn werk goed, dus dat vind ik het mooi. Kijk, je leert er wel mee omgaan. Hij is er echt heel insane. Kijk, alles is te veel. Of een random game, een andere game of... Ik denk van, hey, dit wil ik gewoon een keer zien. Let me know it. Comments. Below. This video. Of een andere. Ik ga welke even kijken, want zin hebt om te commenten. Nee. Ook al lijkt dat echt niet helemaal logisch. Hier is een ding. Jongens, man, je moet wat in coronatijden. Ja. Nee. Not. Hoe doe het? Iedereen insane. Ach, nee. Die was jammer. Hier is gewoon een shot. Nice. Hier een potje gewonnen. Mooi slot. Gaan we door. Naar het laatste potje van vandaag. Mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Mijn, 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 mijn. Oh, sorry. Mijn. Ik heb een beetje rocker die. Ik zeg, ik spring naar rechts. Ik zei, ik spring naar rechts en hij springt naar links. Hij deed gewoon niks. Over. Over. Of naast, eigenlijk ook. Nice. Ik sprong er naartoe. En ik dacht dat ik hem ging raken, maar waarschijnlijk omdat ik gewoon sprong met een dier. En dat de inzicht wat minder was. Zo wel. We hebben nog zat doelpunten te gaan, dus nee. Dat was wel een hele grote oef. Want... Echt, ik doe hem rustig op mijn manier, maar nee, dat gaan we niet doen. Ja, ik denk dat ik even in het doel ga staan. Nice. Over. Ja, dat was wel heel slecht in de schat. Jezus. Echt, die gaat over. Ja, laatste moment gaat hij gewoon gek daal. Gek daal. Ja. Wat is hij hier, hè? Dan zeg ik, dit moet best lastig zijn.
Het was weer iets van ik ben niet snel genoeg. Kijk, daar heb ik dan ook weer niks aan met de meuk. Dan weer gewoon getrekt. Dat is een profielfoto. Oeh. Kijk, ik weet niet wat Rockelik deed, maar voor mijn haperde die diep. We gaan door naar het feedpotje van vandaag. Ja, mensen, we hebben de laatste keer vandaag. Ik sta te ver van mijn doel. Oh, was wel een hele mooie. Ik sta er alleen voor een beetje, volgens mij. Best saying. Volgende doelpunt. Zeker. Nou, ik zal wel even skippen. Very nice. No. Beep, 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 beep. Even drie parkeren. Is dat op mijn naam? Gewoon na mijn redding is die bal gewoon niet meer aangeraakt. En hij vliegt er weer in. Ah, ik zou doen dat. Het was eigenlijk een bal die niet helemaal verdedigd moest kunnen worden, man. Wacht, ik ben er zeker uit. Ik ben van nooit tegenwoordig. Ik heb ook wel een keer gehad die hem dan raakt en dan net in. Hoezo is dat geen redding? In ieder geval dat hij net met zijn, dus gewoon met zijn haartjes, zo gezegd. Weet je niet, maar. Die zou ze zeggen met zijn haren.
het doel raakte. Dat was zo abstract. Ja, dat heb ik ook wel. Ja, dat heb je ook wel eens. Dat hij wel raakt, maar ja, dat hij dan de bocht naar achteren neemt. En dan had hij een keer dat hij met de haartjes voor het doellijn ging. Oh, dat was echt spannend. Dan zo, oh nee, hij gaat het niet in. Daarom gaan we. Dan sta ik een keer twee keer achter, omdat die gast je explodeert weer. Ja. 72, dus je gaat slomen naar 72 in de deur, want ik kon de bal niet bij houden. Even tegen hun zeggen, hè? Even zeggen. Zullen we er lekker in drijven, dat is gewoon een fucking klep, zo. Ja. We hebben dus alleen gewonnen om telkens ons te exposeren. Dat is echt gewoon. Ik ben echt slecht. Ik kun niet winnen, GG. Niks is GG. We zijn echt gewoon slecht. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rocket League. Als je dat soort zaken vaker wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan zie ik je bij de volgende aflevering van Rocket League of iets anders.